We zijn vandaag op het Compassie Festival en we gaan even kijken wat hier allemaal te doen is. Ben jullie ook vermoeid? Wat doen we hier? Ja, weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, wij staan hier gewoon. Waarom zijn jullie Peace Pingwings en geen Peace Honden of Peace Paarden? Ah, Peace Paarden vind ik vies. Het Compassie Festival viert alles wat Rotterdam bijzonder, mooi en groot maakt. Wat levert dit festival bij aan compassie? Het laat zien dat we met elkaar de puzzel die Rotterdam is, leggen op een manier die geen stukjes uitsluit. Er is allerhande workshops in de wandelgangen, er zijn sprekers in de zalen, vanavond wordt er een film gedraaid. Want bijvoorbeeld het Amnesty International, wat is daar nou zo belangrijk aan dat ze nu aan het schrijven zijn? Solidariteit. Maar schrijf je dan de brief naar deze persoon toe of naar de politiek of naar de overheid? Waar gaat deze brief naartoe? Alle twee. Ik schrijf één brief naar de Venezolaanse autoriteiten en ik schrijf een kaartje naar haarzelf in de gevangenis. En als er heel veel brieven binnenkomen, dan weten ze in Venezuela dat de wereld meekijkt. En is de kans veel groter dat ze vrijkomt. Vrede heb ik nodig. Mag ik dat het gewoon eens afscheuren? Ik zou dat doen. Vrede voor iedereen. Ik hoor mensen zeggen dat Rotterdam mislukt is. Dat er rijk in Kralingen wat en arm aan deze kant van de rivier. En dan denk ik, waar komen de vooroordelen vandaan? Want ik zie wat anders. En hoe zit het dan met de compassie in Rotterdam? Maar ik vind eigenlijk dat Rotterdam een fantastische stad is, ook wat dat betreft. Over het algemeen de pers liever negatieve verhalen laat zien dan positieve. Zelfs in dat soort programma's zie je dan dat mensen met verschillende achtergronden hier uit de stad en uit verschillende buurten, als ze op aankomt, allemaal zeggen ja, we moeten toch met elkaar zien te rooien hier. Dus, en ik denk dat hier prima lukt. En wat is compassie voor u? Compassie betekent inderdaad betrokkenheid. Betrokkenheid voelen voor je medemens, maar ook voor deze stad. Ik werk al heel lang voor deze stad, voor de gemeente Rotterdam. En met nog steeds veel passie en compassie inderdaad. De betrokkenheid. Veel compassie voor Rotterdam. Ja, absoluut. Wat is compassie voor u? Een weg vinden om samen te leven, samen een samenleving leefbaar te houden. Je kunt het medelijden of medeleven noemen. Ik vind het medeleven de betere term. Nou, weer niet.